vader die ging bij de ondergrondse. Dus ze hadden een groepje van de militairen, hadden ze bij elkaar. En de Engelsen die vlogen en die torpedeerden de vliegeniers naar beneden. Hè, van, nou, en die moesten onderdak hebben. Dus die kregen onderdak, maar die moesten eten. Meestal werden die bij boeren werden die ondergebracht. Dus dan zorgden de groepje van 5-6 man, die zorgden voor bonnen. En de mensen die dan de bonnen uitgaven, daar zat er ook eentje bij van de ondergrondse. En die zorgden dan dat ze die wat achterhieuwen, dat ze er meer hadden, als dat ze nodig hadden. Dus ieder kreeg zoveel bonnen voor kleding, voor eten, voor noem maar op. En op een gegeven moment, ik zat op de middelbare school, en ik denk dat het 1:05 was. En toen werd er bij ons aan de deur gebeld. En er stond een oud manneke met een brilje en een snorken. En dat ventje, dat zag er in mijn ogen niet zo prettig uit. En toen zei hij tegen mij, mag ik papa even spreken? Ik zeg, ja natuurlijk, mag ik dan binnenkomen? Ik denk, ja hallo zeg. Ik zeg, ja kom dan maar. Dus hij kwam binnen. Toen zei ik tegen mijn vader, papa, daar staat iemand in de gang voor u. Maar wij hadden thuis een hele grote kelder. En ik ging naar beneden en in de trap zaten van die roosters voor te luchten. Hè? En daar ging ik voor staan. Want ik vertrouwde dat niet. En daar hoorde ik dat hij tegen mijn vader zei, Pierre, we moeten vluchten, want we zijn verraaien. Zo vlug mogelijk alles weg. En toen dacht ik, ja, mijn ingeving is goed geweest. Sorry. En toen kwam mijn vader terug. En toen kwam ik de kelder uit. Toen zei hij, wat heb jij daar gedaan? Ik zeg, ik heb het allemaal gehoord. En ik was 15, 16 jaar. En toen zei hij tegen me, pakte niet meer aan mijn schouders. En toen zei hij van, als er één ding hiervan zegt, dan wordt papa doodgeschoten. Dus tegen niemand nooit niks zeggen. En dat is een zware last, jongen. Dat is een zware last. En dat heb ik niet gedaan. Toen heeft mijn vader een koffer gepakt. En die is zeker 4-5 maanden ondergedoken geweest bij boer Noren. 5 maanden. Dat is een fantastische vriend geworden. Fantastisch. Dus daar kon mijn vader eieren gaan halen en melk. Want dan hadden die fietsen op die dikke banden. Hè? De luchtbanden waren weg, hè, op die dikke banden. En daar ging mijn vader dan naartoe. En dat was niet zo ver, in Rijsbergen. En mijn vader was niet zo ver ondergedoken. En daar ging mijn vader dan, we kregen, ja, wij kopen natuurlijk eieren en melk en roggen en tarwe. Konden wij er allemaal kopen en dan had mijn vader boven een fiets. En dan had je daar een trechter op gemaakt. En dan moesten die jongens trappen, want dan moest je scheiden worden natuurlijk. Maar dat moesten die jongens doen. Maar dat deed mijn vader wel op de fiets met van die volle banden. Dus echt honger geleden? Nee, dat kan ik me niet herinneren. We hebben echt geen honger geleden. Ik heb in de Nieuwstraat op de middelbare school gezeten. Vroeger was het de MULO en de HBS. Nou, die heb ik alle twee doorlopen. Toen ben ik thuis gebleven. Ik ben niet gaan werken, niks, want er vond mijn vader en mijn moeder niks. Dus toen ben ik thuis gebleven. En zaten er Joodse leerlingen bij jullie klas? Nee, geen Joodse leerlingen. Op de lagere school ook niet? Nee. Dus heeft u nog iets gemerkt in die oorlogsperiode van de Joodse gemeenschap? Wij wisten helemaal niet dat er kampen waren. Wij hoorden later, na de oorlog pas, dat er zoveel Joodse mensen vergast waren. Na de oorlog. Nou weet ik wel dat er op de Haagdijk, dat was een zaakje waar ze stoffen verkopen. Daar zaten Joden in. En toen hadden wij daar stoffen gekocht voor ons voor een jurk of rok te maken op de bonnen. En 3 weken na de hand, toen was die weg. Heel de zaak was weg. Dus die zijn wel gevlucht. Dat waren wel Joodse mensen. En dan niet te vergeten, op de Haagdijk, een hele grote zaak. Aan deze kant van de Haagdijk, grote slagerij. Daar tegenover was een grote zaak. En daar verkochten ze herenkleding. Daar waren ook Joodse mensen. En die waren er ook uit. Die waren ook gevlucht. Dat weet ik nog wel. Er waren 2 gezinnen. Nou, op de Ginnekenstraat bij de HEMA
Er was een NSB'er en die had vroeger een borstelfabriekje. Ik ken niet precies zijn naam meer. En die reed, dat was een, ja, met zo'n zwart uniform aan. Vader en zoon, die reden daar op het paard. Mijn oudste zus, die komt daar met de kinderwagen aan, wat de eerste baby in ligt, de eerste kleinzoon. Met mijn zusje daaronder, die wouden de HEMA binnengaan. Dan wordt er een beetje een opstandje, want die waren natuurlijk uit op een relletje. En er wordt een beetje een rommeltje op de Ginnekenstraat. En die paarden begonnen te stijgen. En toen riep je die twee van, want die zaten natuurlijk hoog. Daar kon niks mee gebeuren. En toen riepen ze, en toen riep mijn zusje, leve de koningin. En dat mocht niet. Dus die jongste, die springt van zijn paard af, die pakt mijn zus. En die wordt naar de kamer aangebracht, naar de blauwe kamer. Daar werd ze verhoord. Waarom dat ze dat gedaan heeft. Toen zei ze, we hebben maar één koningin. Toen zei, en ik blijf voor de koningin. Klaar. En zij is naar Duitsland getransporteerd. En dat behoorden wij naderhand. En mijn broer, die boven mij kwam, die hoorde dat. En die is weggegaan. Toen zei hij tegen mijn vader en tegen mijn moeder, die had verschrikkelijk veel verdriet. Ik ga ons tien halen. Ben maar niet bang, die komt terug. En hij kwam terug met haar. Hij zag niet hoe dat hij heel mager geworden. Ik wist niet hoe dat hij eruit zag, afschuwelijk, maar hij kwam met haar terug. Mijn vader had, wij moesten radio inleveren, hè. Nou, we hadden twee radio's, in de voorkant en de achterkant. En wij hadden een luik onder de grond, daar had mijn vader opengemaakt, daar had hij de radio in gestopt. En dan weet ik wel, dan haalde hij hem eruit en dan moesten wij allemaal stil zijn. En dan begon het, hier, Radio Oranje. En zo kreeg hij de berichten door. En dan was het afgelopen en werd hij weer achter elkaar onder de grond gezet. Ja, dat weet ik nog heel goed. Niet Juliana, maar Wilhelmina. Die sprak dan heel vaak. En die zei dat ook, hè. Hier, Radio Oranje. Ja, moesten wij muisstil zijn. En hoe vaak was dat? Bijna iedere dag. Niet iedere man. Nou, toch zeker, laten we zeggen, vier per week. Ja, zo tegen de avond was het. Ja, want alles moest afgeschermd worden, hè. In de winter en in de zomer met zwart papier. Alles deed nog geen kiertje open langs de kanten, want er mocht nog geen straaltje licht naar buiten komen. In de winter moest alles pikdonker zijn. En als wij weggingen, want ik was 18 jaar en toen mocht ik dan op dansles bij Jan van der Ven aan de haven. En dan hadden wij een knijper voor de stoepen. Nee, een knijper. Dat vond ik altijd wel leuk en spannend, toch? En de mannen waren het allemaal weg. Er waren hier niet veel mannen weer, hè. Die moesten allemaal naar Duitsland. Dus wij dansen eigenlijk met meer meisjes als met mannen. Maar nou, niettemin was het toch wel gezellig natuurlijk, hè. Maar later, toen die jongens allemaal terugkwamen, dan merkte pas dat het... Want nou zeggen ze allemaal, ja, ze zitten in de puberteit. Maar mijn puberteit is wel thuis. Er waren geen jongens, er was niks om uit te gaan. Er was helemaal niks. Alles was stil. Behalve die dansles dan? Ja, behalve de dansles. Wat voor muziek werd er gedraaid daar? Ja, meestal toch wel Amerikaanse muziek, hoor. Theo Udemasman met de Ramblers. Ja, heerlijk om te dansen. Ja, daar ben ik zelfs nog voor naar het Concordia geweest. Was vroeger het Concordia, hè? Theo Udemasman, ja. Dick Willebrand. Dick Willebrand, ja, die vond ik ook goed. Maar mijn favoriet was dan de Ramblers. Wij waren echt tegen de Duitsers, hè. Maar later hoorden wij dat Jan van der Ven zijn vader voor de Duitsers was. Want er was een schoenmaker en die maakte voor de Duitsers al die schoenen. Ze zeggen, als ze kapot waren, hup, naar Van der Ven. Dat hoorden wij later, dat daar de Duitse vlag buiten hong. Dus daarom kon hij zo lang lesgeven. Want de vierhuizen naast elkaar, hè. Wij hadden geen rijtuig meer vierhuizen. Wij kwamen wel, als er echt gebombardeerd werd, kwamen wij wel met z'n vierhuizen bij elkaar. En dan bleven wij ook heel de nachten bij elkaar, hoor. Mijn moeder had expres de kamer zo aan de kant gezet dat ze bedden hadden voor de kinderen, dat ze konden liggen. Of bij de andere buren gingen wij dan ook wel eens. Ja, dat kan ik me heel goed herinneren. De Polen hebben echt Breda bevrijd, hoor. En dat was grandioos, want dan zag ik die Polen over de weg lopen. En rijden en fietsen en doen. En de vlaggen werden aan de deur gehangen. Ja, dat was toch wel grandioos, hoor.
MUZIEK